Yeah. Ik weet niet waar ik beginnen moet, lieve mensen, want ik stress. De druk op mijn schouders kan ik dragen, maar hoe lang word ik nog getest, huh? Balanceren tussen goed en slecht. Intentie zuiver, maar de handelingen zijn verre van best. Vraag me af wat me nog rest. Heel mijn leven vecht ik voor succes. Zonder succes, wanneer word ik geblest? We zijn vandaag in Amsterdam-Noord. Op het, boven het IJ-winkelcentrum. Bij Snoeker Centrum boven het IJ. Om de soundtrack van Infiltrant te schieten. De officiële videoclip die ik samen met de regisseur van de film Infiltrant, Sharif Korver, regisseer. Het is een spannende dag. Heel leuk project. Hi, I'm making of Infiltrant soundtrack. Ik ga acteren in de videoclip. Geen performance shots, dus je ziet me niet yo 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 doen. Ik ga niet rappen. Mag goed. Ja, we hebben bloed. Huh? Bloed. Ja. Blood. Het is voor mij gewoon een hele spannende dag. Mooi project. En ik heb er heel veel zin in. Het lijkt alsof niemand me begrijpt. Afgesloten, het lijkt alsof niemand me bereikt. En afgezonderd, me voelt alsof iemand me bekijkt. En afgebroken, het lijkt alsof iemand me versnijdt. Nou ja, wat we in de video kunnen verwachten is in ieder geval acteren. Dat ga ik voornamelijk doen. Leuke verhaallijn. Gaat over de personage Burim, die ik in de film speel. Die acteert dan, die heeft dit nummer geschreven, opgenomen en die acteert dan ook in de video. Dus het is niet Appa zelf. Dat is heel tof om in personage en in karakter te blijven. Dat is wat ik er nu kwijt over wil, want anders gaat niemand natuurlijk naar die videoclip kijken. Maar, ze roer met de vrouwen doet. En wat de constante druk met mijn schouders doet. Want ik word koud en moe. Ik moet nou wat goeds doen. Want ik verlies mezelf. Verlies mijn wederhelft. Als ik doorga met de dingen die ik doe. Vergeef me en laat me jaren. Ja, keihard. Holla. Het is iets waar ik vroeger als kleine jongen misschien wel stiekem over droomde. Weet je, om aan de andere kant van het scherm te staan, zeg maar. Straks, we gaan shwa eten. De senior gaat meenemen. Ja man, Zanka connectie. En dat had ik vroeger ook met rappen. Dat ik bij mezelf dacht, ik wil liedjes maken dat mensen kunnen luisteren naar wat ik te zeggen heb. Toen ik nog jong was. Dat ik aan de andere kant van de televisie zit. Nou, dat is volgens mij best wel gelukt. En een andere droom was bioscoop. In de bioscoop infiltreren. Hashtag Infiltrant. En dat is nu ook gelukt. Dus, I really don't know. You know, I really don't know. Maybe if you know, I know, but you never know until you know. You know, I really don't know, my friend. Maybe when you know, I really know, but you don't know. I don't know, nobody know, then we don't know. Everybody don't know. So I really, really, really don't know. I really don't know what I'm talking about, but you don't know either. So we are good, my friend. Peace. In de mix en in de ban van het snelle leven, want daar word je een man van. Had ik gedacht dan, lichtvoetig als tapdans. Moet snel bewegen, afstand creëren, alles zien in perspectief. En qua vrienden selectief, qua liefde selectief. En voor de rest zeg ik niets. Te veel afgeknaald zien worden, te veel aan de drugs. Te veel zitten vast, te veel die zijn plukt in. Geven geen fuck in, riskeren veel te veel voor een klein beetje. De crew bestaat uit een aantal mensen, onder andere Sharif Korver, de regisseur. Noortje Dijkstra, de producent. Lennart Hunveld, de geluidsman. Tim, de cameraman. En Paco, juist Paco. Paco, de focuspoeler. Maar dat is de crew. En dan hebben we de mede-acteurs. Krimo, Noah, Abe Turku, Omar en Fouad. Foef. Eet Foef. Dus dat, is, dat zijn de mensen. Gunshots. Pop, 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 pop. En ik wou nog wel even één ding kwijt over de regisseur van de film en de regisseur met wie ik dan deze clip doe, Sharif Korver. Hey jongen, alles goed? Ja, het is een super tof gozer en beste regisseur ever. En Scorsese en got shit on me, ik bedoel hem.
en. Toch? Nee? Oh shit. Ja. Dus, in vertrouwen. Daar was een roer met de vrouwen toe. En wat de constante druk met mijn schouders doet. Want ik word koud en moe. Ik moet nou wat goeds doen. Want ik verlies mezelf. Verlies mijn wederhelft. Als ik doorga met de dingen die ik doe. Vergeef me en let me out of peak.